Tweede verhaal wat ik zelf, wat ik zelf overgekomen heb. Ik wil nou vertellen van dat ik nou zelf toen ik al getrouwd. Ik weet niet van een spook. Ik ken niet een spook. Ik heb nog nooit een spook gezien. Ik weet niet of het een spook is of wat het is. Ik ga hier vandaan. Ik is werkzaam in Springbok. Ik werk daar. Ik is getrouwd. Ik breng mijn vrouw af naar Klipvoeten, hier naar de huis. En die avond ga ik nou weer terug. Rij ik nou weer terug naar het Strangbok toe. Dat is een ware verhaal. Dat is een ware verhaal. Strangbok toe. Ik rij hier vandaan, een plein zo bij een universiteit dat ik nou hier vandaan ga rijden. Die avond. Mijn vrouw gebrengd, want hier is een beetje gezet, dat gezellig zo in. Mijn ma, en toen zit ik nou terug. En dan rij ik. Maar zoals een mens met tijgeres, ik weet misschien nou niet hoe baie mensen voelen. Wat is die jouw lichaam? Wat is het aan jou? Dat je niet zo lekker, niet lekker voelt niet. Maar ik rij. Nou dat ik in het teerpad gekomen, achter aan het bakje, achter aan de rijgoed wat voorbij komt. Ik rij maar zwak, slecht. Rij maar stadig, zo dat ik aan nog rij. Ik rij. Ik kom bij daar, dus kan Springbok, is die karavaanpark misschien aan de onderkant. Ik kom daar, daar gaat het misschien die pad misschien nou draaien, gaan die pad nou door die dorp, niet om die dorp, door die dorp. Ik kom daar toe, daarna toe kom zien ik die lucht slaan, maar daar staat iemand, daar staat een man. Die man stopt mij. Toen ik nou stop, toen zie ik maar hij staan en nou met de kostrommetje in die hand, met de helm dat hij op. Niemand is van OCC'se mensen. En er werkt nog die tijd, toen werkt OCC op die plekken nog. Dat is nou van die mensen wat nou daar werken. Maar als we dat zo ver blij dat nou, dat, zijn huis is zeker hier rond wat hij nou op pad werkt. Oké, ik draai af, ik hou stil. Toen ik sta, ik druk die voeten, nee, hier komt niemand. Nee. Dat is een Toyota, hier is 1600. En laat me zien de achterreverse lichten, wat redelijk schijnt als je voor hem een reverse laan schijnt. Ik sluit hem in reverse en ik kijk uit. En ik sluit, nee, maar ik zie niemand. Ik klim uit, ik kijk. Nee, maar waar is die man dan ook? Die man nou voor mij gestopt met die breinbaadje en die vaalbroek en die kostrommelje en die helmet op. Ach, als jij dan nou voor mij nou weggaat op een dag, zal ik nou maar rijden. Dat is omtrent zo bij 3:00 die morgen is. Ach, mijn vrienden, ik het. Toen ik daar oprij, werd ik in die dorp inrij. In die dorp, in de rij, wat we zeggen hier, die kan de lijst nou de tijd was een plek wat we gezegd, Atlas Popko het om gezegd, die compressor machine gewerkt. Maar hij is nou, als je in de rij, zijn nou zo zie ik die politie, anderen is daar, werken, les is nou, kantoor is nou. Toen ik daar rij, toen kreeg ik die gedachte, dat daar, op die cross, je hebt een zekere broer dat ik ook ken, met de bus dwars door een familie mensen gereden. Dat is allemaal op slag dood. Oeh, mensen, toen met iemand nou voelen wat nou gebeurt met mij nou en binnen en daar rijden. Ik meen daar door die dorp weet ik niet hoe dat ik afgekomen niet. En ik weet dat ik het in die tolweg het ik omgegaan. En hier toen moet ik nog bij die tijd toen berg zag was nog die grondpad. Dat is al voorjaren. Grondpad. Ik weet niet hoe dat ik daar gekomen ben. Maar die wereld was net de stof toen ik voor die deur loop zitten. Toen ik voor die deur loop zit, toen denk ik hier. Ik kon me nou een lelijke ongeluk maken. En dit nou misschien, wat dit nou moet nou gebeuren. Dat is wat iets wat voor mij, wat ik nooit kan vergeten.